Komt de baby straks in beeld? Zo, welkom bij deze Q&A zwangerschapsvideo. Ik was even mijn telefoon kwijt. Dat is een van de dingen waar ik het meest last van heb trouwens tijdens deze zwangerschap. Dingen kwijt zijn. Ik ben echt continu alles om me heen kwijt. Nou goed, ik ga de vragen erbij pakken en dan ga ik gewoon de vragen over de zwangerschap beantwoorden. Althans, een aantal of zoveel mogelijk. Ik probeer een beetje snel erheen te gaan, anders wordt het een heel lange video. En heel veel vragen en antwoorden kunnen jullie natuurlijk ook vinden in de vlogs rondom deze periode. Wanneer ga je na de geboorte van de baby weer vliegen? Nou, dat is wel eigenlijk de bedoeling om gewoon weer redelijk snel te gaan doen. Maar ik moet wel evengoed gewoon mijn examen nog halen. Komende 1 februari heb ik mijn examen. Ben ik nu voor aan het leren, maar door de zwangerschap ben ik zo moe dat ik elke keer gewoon tijdens het leren in slaap val. Dus ik hoop echt dat het me gaat lukken. Maar daar gaan we wel eventjes nog van uit. En dan, ja, ergens 22 maart ben ik uitgerekend. Dus ik denk dat ik ongeveer 3 maanden daarna weer gaan vliegen. Want ja, ik ben natuurlijk bezig met de kraamperiode, borstvoeding geven. Het zijn allemaal lastige dingen om dat te combineren met vliegen. Dus vandaar dat het tussen 3 maanden à een half jaar na de bevalling pas weer gaat spelen. Wat vond je het meest vervelende, zware deel en wat vond je het fijnste deel? Nou, het zwaarste deel, dat ik best wel moe ben geweest een periode. Het heeft echt even geduurd voordat ik weer echt mijn energie terugkreeg. En nu vind ik op dit moment het zwaarste gedeelte, dus dat ik midden in de verbouwing zit. En dat ik nu dus 30 weken ben en eigenlijk nog geen babykamer heb. En dat begint nu wel echt heel erg veel stress in mijn hoofd op te leveren. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer echt het allerleukste deel nu. Omdat ik gewoon, ja, ik voel hem lekker. Ik kan echt genieten van het buikje. Ik ben wel wat kilootjes aangekomen. Ongeveer 10 ongeveer nu. Maar ja, dat ja, voelt nog wel lekker. Hij krijgt de achternaam van Bart. Omdat, ja, Bart is de vader. En dat vonden we gewoon het leukst. Of we al een naam hebben bedacht. Op dit moment hebben we wel een naam die echt hoog boven in de voorkeur staat. Maar het is toch nog een beetje wennen. Dus wie weet dat hij nog verandert. I don't know. Ja, want ik blijf gewoon vloggen. Alleen uiteraard blijft mijn vlog wel draaien om het perspectief vanuit mij. Hoe ik dingen beleef als moeder en wat mijn tips zijn rondom het moederschap. En mijn gezin, mijn werk, mijn visie op het leven, het fit blijven, het weer in shape komen. Dat zijn toch wel een beetje de kerndingen van mijn kanaal. Maar daarbij zie je natuurlijk ook de baby voorbij komen. En ja... Het is geen familiekanaal of geen kanaal waarbij alles op de baby gericht is. Maar hij gaat zeker een grote rol spelen, net zoals Jola nu. Ga ik de bevalling filmen? Nou, we kijken gewoon heel eventjes hoe het allemaal gaat. Maar ja, het lijkt me toch stug dat er niet gefilmd gaat worden. En dan ga ik even goed kijken welke beelden ik daarvan wil gaan delen met jullie en wat niet. Even nog niet. Nou ja... Weet je, we hadden natuurlijk Jola al. En toen ik Jola had, zei ik al van... Ja, ik heb Jola al, dus eigenlijk hoef ik geen kinderen meer. Maar toen kwam Bart en toen kwam er een heel ander leven. En ja, toen wilde ik eigenlijk ook heel graag een kindje met hem. En toen wist ik het ook nog niet van tevoren. Dus you never know, maar ik denk het niet. Dat is een wijntje. Ik mis wel even een beetje dat harde trainen en mijn lichaam lekker een beetje afmatten. Dat ik gewoon echt ja, gewoon krachttraining doe en me zo voel na zo'n training. Ik ben wel echt verslaafd aan trainen en dat mis ik wel een beetje. Maar aan de andere kant stiekem geniet ik ook wel een beetje van het niet zoveel doen. Of ik thuis of in het ziekenhuis wil bevallen, nou, dat heb ik opgenomen in de video van morgen. Dus kijk de vlog van morgen even en dan heb ik het daar even over. Of ik een zwangerschapsfotoshoot ga doen, ja, die staat toevallig gepland voor eind januari. Dus dan zien jullie hem ook in de vlogs voorbij komen. Ja, toen was ik veel meer aangekomen, nu al sowieso. Ik denk dat het komt omdat ik nu veel drukker ben en gewoon veel meer lichaamsbeweging heb rondom alles wat ik doe. Dus daar komt het door. Maar ja, er zit 8 jaar verschil tussen. Dus ik heb nu ook wel een ander lichaam. En ja, ik ga anders om met dingen. Ik eet anders. Maar ik heb wel bij allebei de zwangerschappen niet heel veel klachten of dingetjes. Nou, mijn vlogs die blijven gewoon doorgaan zolang als dat het goed gaat. Maar... Ik
wil wel alvast mezelf een beetje indekken dat mochten de uploaddagen niet helemaal meer kloppen of mocht af en toe een vlog missen rondom de bevallings- of de kraamperiode. Ik denk vooral de kraamperiode, want dat is toch wel de zwaarste. Dan wil ik daar alvast mijn excuus voor aanbieden dat dan niet elke dag de vlog online staat. Maar we gaan het gewoon wel proberen. Nee, ik ben er niet zoveel mee bezig. En ik denk dat dat ook wel een goede tactiek is. Om er gewoon niet al te veel mee bezig te zijn. En het gewoon te laten gebeuren. En gewoon te denken van ja, het zit erin en het moet eruit. Dat ik als eerste het aan mijn borsten voelde. En ik had hele erg steken. Alsof, ja misschien weten jullie dat nog, degene die mij toen al volgde. Alsof ik ongesteld moest worden. Zo voelde het echt. Dus ik rende ook elke keer naar de wc. En ik dacht echt van nu is het zover. En dat is dus nooit gekomen. Maar dat was wel, dat waren wel echt de eerste tekenen. Want ik denk dat dat dan een soort innestel is of zo, wat je voelt. Hoe Yola tegenover de zwangerschap staat en dat ze een broertje krijgt. Er wordt ook veel over gevraagd. Of over de aandacht. Of ik die goed kan verdelen. Ja, natuurlijk. Ik geef Yola wel veel aandacht. Daar ben ik me wel bewust van. Maar ik denk dat ik dat nog steeds wel aan haar kan geven. Want ik betrek haar graag bij dingen. En ze vindt het ook heel erg leuk om daarbij betrokken te worden. En haar eigen rolletje daarin te krijgen als grote zus. Dus ik denk dat ik op die manier wel ervoor kan zorgen dat zij toch nog wel haar aandacht krijgt. En daarbij hebben we natuurlijk ook nog Bart die ook heel erg graag aandacht geeft aan Yola. En aan deze knul toch nog wel, hè. Als ik een drukke dag heb gehad, dan voel ik het aan het einde van de dag heel erg met lopen. Ik moet niet zeg maar om 7 uur 's avonds nog eventjes met Bart naar de bouwmarkt gaan. Want dan voel ik het echt heel erg. Heb ik laatst ondervonden. De fysio heeft me daarbij geholpen om wat oefeningen te geven. En erop te wijzen wat ik wel en niet mag doen. Zo, dat waren volgens mij zo'n beetje de meest gestelde vragen. Ik wil jullie heel erg bedanken om deze vraag aan mij te stellen. Want anders had ik deze video ook niet kunnen maken. Dus super leuk. Super veel duimpjes van mij voor jullie. Geef jullie zo terug aan mij als jullie deze video leuk vonden. En abonneer je eventjes op mijn kanaal. Als je dat nog niet bent, zou ik ook super leuk vinden. En anders gewoon hartstikke bedankt. Tot de vlog van morgenochtend met een nieuwe zwangerschapsupdate. Dankjewel. Doei doei. Enjoy.